Vandaag ga ik Minecraft spelen als de Ender Dragon. Maar voordat ik ga veranderen in de Ender Dragon, kan ik ook hele andere mobs worden. Want, kijk, we hebben hier een paard. En als ik op deze knop klik, verander ik zelf ook in een paard. Oké, maar wat ik nu verder kan als paard, ik heb geen idee. Ik weet wel dat ik een stukje sneller ben dan normaal. Maar vandaag gaan we zoveel mogelijk mobs proberen te worden. En kijken wat die mobs allemaal kunnen. Oké, ik ben op dit moment een paard. Daar ben ik niet heel blij mee. En ik heb hier 3 tools in mijn hand. Met 1 tool kan ik daadwerkelijk transformen. Met de andere tool kan ik ook weer dus mezelf worden zoals nu. Dan moet ik dit eten als het goed is. En ja, ik ben weer mezelf. En met de andere kan ik de abilities gebruiken van de mobs. Dus stel je bent een creeper, dan kan ik het blokken. Maar dat wil ik dus even proberen. En hier heb ik al wat mobs. Maar deze vind ik best wel saai. Dus we gaan even kijken wat ik allemaal nog meer kan vinden. En oeh, we hebben hier een vleermuis. Oké, ik heb altijd al een keer een vleermuis willen zijn. En oh, ik ben gewoon aan het vliegen op dit moment. Let's go. En terwijl ik het vliegen ben, kan ik nu even heel goed kijken wat ik hier allemaal kan doen. Want uiteindelijk moet ik dus op zoek gaan naar de Ender Dragon. Zodat ik ook in de Ender Dragon kan veranderen. Oké, we gaan eerst hier beneden even kijken. Wat kan ik allemaal worden? Een hond, een kat en weet je wat? Ik doe eerst even dit, dan word ik weer mezelf. En ik heb altijd al een keer een bij willen zijn. En oh, let's go. Eigenlijk is dit bijna precies hetzelfde als de vleermuis. Maar hey, boeien. En wat voor ability heeft een bij? Kan ik hier ook daadwerkelijk wat mee? Wow. Hij denkt zich een koppel. Wat gebeurde daar? Geen idee. Ik moet eigenlijk gewoon even iets vinden wat ik misschien kan killen. Hallo, varken. Varken. Kom eens hier. Ik ga jou vermoorden. Oké, nou, de bij doet echt helemaal niks. Dit is heel erg saai. Maar we gaan even kijken waar ik allemaal nog meer in kan veranderen. En natuurlijk moet ik ook de Ender Dragon vinden. Dit lijkt op een village. En wat hebben we hier? We hebben hier villagers. En, wat? Oké, ik verander weer even naar mezelf. Wat heb ik hier? Een vex. We hebben een pillager. We hebben een... Oh, wow. Oké, hier wil ik wel een veranderen. Dat is wel vet. Maar we gaan even naar de andere kant lopen. Wat hebben we hier? We hebben hier een trader, een villager, een iron. Een golem. Ik denk dat het wel heel vet is als wij hierin veranderen. En ben ik het nu... Wow! Kijk even die hartjes in mijn beeld. Nu snap ik waarom ik deze echt nooit dood krijg. Maar de vraag is nu ook, kan ik ook daadwerkelijk iemand killen? Hallo, waar zijn jullie? Volgens mij wel namelijk. Kan ik hier niet gewoon keihard doorheen beuken? Jut! Nee, dat kan niet. Oké, we gaan gewoon even op zoek naar een dier wat ik misschien kan killen als dit beest zijnde. Eén nadeel van dit beest. Ik noem het ook dit beest, want ik heb geen idee hoe het heet. Laat in de comments even weten als jij het wel weet. Maar het nadeel is dat hij niet bepaald heel erg snel is. Maar we hebben een koe gevonden. Alleen kom ik niet over dit randje heen. Serieus? Oké, dan loop ik wel even lekker door. Oké, eens even kijken. We hebben een kip gevonden. Alleen nu is de vraag, kan ik de kip ook killen? Wow! Oké, de kip die ging echt heel makkelijk dood. Ik zie daar ook een varken. Hallo varken, ga jij ook in één keer dood? Oh mijn god, dit beest is zo sterk. Ga eens even dood varken, dankjewel. Oké, ik vind deze ook wel leuk. Alleen ik denk dat het toch even tijd is dat ik op zoek moet gaan naar die Ender Dragon. Want dat lijkt me echt heel vet als ik die kan besturen. Oké, ik ben weer mezelf en hier was ik net. Hier was de vleermuis namelijk. Maar ik zie hier op de map echt nog veel meer gebouwen. Eens even kijken. Wat is hier binnen? Kan ik hier in een leuk dier veranderen of niet? Hallo? Eens even kijken. Wat is dit? Hostel water mobs. Oké. Okay. Oh, wat? Oeh, hierin kunnen we veranderen. Dat is best wel vet. En wat hebben we nog meer allemaal? Oeh, we hebben hier ook een onderwater zombie. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga hierin veranderen. En ga ik nu dood of niet? Want ik zit nu boven water. Ja, ik moet onder water. Oké, dit is een stuk beter. Maar kan ik nu daadwerkelijk ook gewoon heel hard onder water zwemmen? Oh, ja, zeker. Kijk dan hoe vet dit eruit ziet. Alleen kan ik ook dingen killen. Hallo, oké, wacht, ik ga mijn item gebruiken. Ja, ik schiet letterlijk een soort van waterkanon af. Oké, dit is wel vet. Bim, ga even dood. Ja, zombie, doei. Alleen is dat waterkanon niet bepaald heel sterk. Oké, ik heb een idee. Ik ben op zoek naar de Ender Dragon. Ik ga gewoon weer naar binnen toe en ik verander weer eventjes in mezelf. Oké, we gaan even kijken wat ik hier verder nog meer kan vinden. Hier is helemaal niks meer. Waarom kan ik nergens de Ender Dragon vinden? Ik wil veranderen in de Ender Dragon en ik heb ook vernomen dat ik kan veranderen in de Wither. Dat lijkt me ook heel erg vet. Maar eens eventjes kijken. Ik zie daar nog wat gebouwen. In elk gebouw kan ik namelijk veranderen in een andere mob. En ik zie daar ook wat mobs. Wacht, we gaan eerst even daar in de verte kijken. Misschien namelijk dat hier ergens de Ender Dragon is. We hebben een schildpad. We hebben een dolfijn. Dit hoef ik allemaal niet. Wat hebben we nog meer? We hebben een paar vissen. Dit is niet bepaald een Ender Dragon. Dit zijn pufferfish.
is. Oké, ik ga er weer vandoor. Doei, doei visjes. Maar voordat we verder gaan zoeken naar de Ender Dragon, ik kan zien dat jij nog niet bent geabonneerd op mijn kanaal. Dus als je dit nu ziet, abonneer dan even op mijn kanaal. Oké, wat hebben we hier? Snowmobs, oftewel sneeuwmobs. Oeh, wat? We kunnen letterlijk veranderen in een sneeuwman. Oké, dat wil ik wel even doen. Dus laat me veranderen in de sneeuwpop. Oké. Dit heb ik nog nooit eerder gezien in Minecraft. Ik zeg je eerlijk, ik vind het best wel leuk om een sneeuwpop te zijn. Alleen één nadeel, ik heb maar 2 hartjes. Oké, ik zie daar in de verte weer wat anders. Wat kan ik daar vinden? En ondertussen is er achter mij een heel pad van sneeuw. Oké, is hier de Ender Dragon? Jungle mobs. Nee, dit is niet de Ender Dragon. Maar oeh, een papegaai. We kunnen een panda zijn. En we kunnen een soort van panter zijn. Laat ik maar veranderen in een papegaai. Want dan kan ik tenminste vliegen. En kijk dan hoe leuk dit eruit ziet. Alleen, kan ik ook daadwerkelijk wat doen? Kan ik niet even mensen onderpoepen of zo? Nee. Weet je hoeveel mobs gewoon niks kunnen? Dat is echt heel vervelend. Oké, we gaan hier even kijken. Dit lijkt denk ik wel een beetje op de Nether of zo. Ik kan ook amper lezen. Het is heel irritant om een vogel te zijn. Weet je wat? Ik verander gewoon weer even in mezelf. Dit is mushroom mobs. Nou, ik ga niet in een cool mushroom veranderen. Maar we staan nu voor het enige gebouw wat ik nog niet heb geprobeerd. En dan hoop ik dat hier binnen de Ender Dragon mob is. Maar laat nu even een blauw duimpje omhoog achter als jij zelf ook ooit een keer de Ender Dragon wilt zijn. Oké, we gaan naar binnen en Nether mobs, End mobs en bosses. Oké. Volgens mij is de Ender Dragon wel een boss. Ik weet het al zeker. Maar waar kan ik de Ender Dragon vinden? Wat hebben we hier? Nether End bosses. Oké, ik denk dat ik hier naar beneden moet om de Ender Dragon daadwerkelijk ook te vinden. En het zit heel diep onder de grond. Dus ik denk zeker dat het hier moet zijn. Oké, we hebben hier 3 gangen. We hebben de End. We hebben de... Oh, danger. Oftewel gevaar. Boss mobs. Dus ik denk dat ik daar de Ender Dragon kan vinden. Maar wat hebben we hier? De Nether. Ik denk dat ik eerst even naar de Nether ga. Om te kijken waar ik daar allemaal in kan veranderen. En oh, wat? Ik kan letterlijk veranderen in een ghast. Oké, dit moet ik proberen. Ik weet niet wat hier is gebeurd. Oké, laten we voor poging 2 gaan. Ik wil heel graag een ghast worden. Dus dan moet ik... Transform klikken? Ben ik nu een guest? Nee. Kom op. Hallo, guest. Laat mij jou worden. Waarom lukt het mij niet om een guest te worden? Wacht, ik zet hier gewoon de button op. En ben ik nu een guest? Ik ben weer dood. Oké, nou blijkbaar kan je dus geen guest worden. Oké, de Nether gaan wij in ieder geval niet meer in. Want dan ga ik letterlijk alleen maar dood. We gaan even naar de End toe. En je zou denken bij de End dat hier iets van de Ender Dragon moet zijn. Wat hebben we hier? We hebben hier een Endermite. Oké, nou dat boeit me niet. We hebben een Shulker. Wat? Kan ik letterlijk een Jokerbox zijn. Wow. Wat gebeurt er met mijn beeld? Oké, dit wil ik niet meer. Ik wil gewoon weer mezelf zijn. Oké, dat was heel erg raar. We hebben hier ook een Enderman. Dat vind ik ook wel leuk. Alleen een Enderman kan niet heel veel, behalve teleporteren. Alleen ik ga even kijken of ik ook als Enderman kan teleporteren. Oké, we gaan de tool gebruiken en... hallo, waarom gebeurt er niks? Nee, waarom werkt dit niet? Ik kan gewoon niet teleporteren. Heel misschien het verkeerde knopje gebruikt. Oké, we gaan weer veranderen in een Enderman. Zo. En dan nu werkt het hopelijk wel. Teleporteren. Kom, wow. Wow. Huh? Ik weet niet waar ik op dit moment ben. Alleen dit was niet bepaald de bedoeling. Weet je wat? Ik ga weer heel gauw even mezelf worden. En ik ga meteen weer op zoek naar de Ender Dragon. Oké, volgens mij moest ik hier beneden zijn. En hallo, Ender Dragon. Waar ben je? Oké, dat was de End. Dat was de Nether. Dus dan moet ik hier naar voren. En eens even kijken. Is hier de Ender Dragon? Hallo. Ik denk dat dit hier de Ender Dragon is. Ja, let's go. De Ender Dragon. Als ik op deze knop klik, veranderen wij letterlijk in een Ender Dragon. Maar eerst wil ik even veranderen in de Wither. Ben ik nu een Wither? Wow, ik ben de Wither. Oké, dit is heel erg vet. Maar kan ik ook daadwerkelijk dingen slopen? We gaan het even proberen. Want een Wither kan dus allemaal gekke dingen schieten. Maar kan ik dat ook? Wow, ja zeker, dat kan ik ook. Hier, let op. Ik kan gewoon voor mijn neus, kan ik van die hele muur slopen of niet? Waarom gaat die muur niet kapot? Hallo, is er iemand die even stoer wilt komen doen? Oké,
Kan ik dit hier wel slopen? Oh, jazeker. Ik kan hiermee gewoon de hele gebouw slopen. Oké, eens even kijken. Wat hebben we nog meer? Hier hebben we een heel mooi gebouwtje. En dat gebouwtje gaat gewoon lekker keihard kapot. Want ik ben namelijk de Wither. En kijk dan ook weer hoeveel hartjes de Wither heeft. Nu snap ik waarom ik de Wither gewoon echt nooit dood krijg. Of ja, bijna nooit. Maar ik denk dat ik het allemaal mooi vind geweest. Ik ga gewoon terugvliegen naar de Ender Dragon. En dan ga ik veranderen in de Ender Dragon. Oké, laat ik eerst maar even weer mezelf worden. Hoppakee. En dan gaan we op de knop klikken van de Ender Dragon in 3, 2, 1 en let's go! Ik ben op dit moment gewoon de Ender Dragon in Minecraft. Oké, ik moet even kijken hoe ik de Ender Dragon het beste kan besturen. En we gaan sowieso eerst hier even naar buiten toe. En kijk dan hoe vet dit eruit ziet. Ik kan gewoon over de map vliegen als de Ender Dragon. En ik moet zeggen, de Ender Dragon is wel een beetje moeilijk te besturen. Oké, maar nu ga ik kijken of ik ook dingen kan slopen als de Ender Dragon. Kan ik als de Ender Dragon zijnde hier door een gebouw heen vliegen? Oké, laat ik het gewoon maar proberen. Gaat alles kapot als ik hier doorheen vlieg? Auw, auw, auw. Nee, ik stoot gewoon mijn hoofd. Oké, nou, dan moet ik maar mijn ability gebruiken. Ik kan namelijk wel een soort van vuur spugen en ik kan niks slopen. Oké. Ik zie hier voor mijn neus een schaap. En je gaat nu voor het eerst in je leven een Ender Dragon tegen een schaap zien. Oké, we gaan kijken. Gaat de schaap het winnen? Oh, de schaap is letterlijk in één keer dood. En daar is nog een schaap. Hoppakee, die gaat ook in één keer dood. Dit is echt geniaal om Minecraft te spelen als de Ender Dragon. Maar dit was de video. Klik even op een van deze andere twee video's, want dan wil je zeker niet missen. Ze gaan elk moment weg. Namelijk in 3, 2, 1...